Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Wild of the Lia met Jan. En dit is aflevering 7 volgens mij. Ja, 7. We gaan eens even wat tipjes van die onder de vorige video stonden, gaan we eens even bekijken. Danny Mortier, die zei van een leuke aflevering voor de verlichting op de berg. Is het misschien ook een leuk idee om een fakkel onder bladeren te doen. Dat gaan we doen. Dat was ik sowieso, iets dergelijks was ik van plan, ik wist nog niet precies hoe, maar ik denk dat dat wel een goed idee is. Ik bedoel, dat geeft wel een beetje wat natuurlijk uiterlijk en ik bedoel, het wordt hier nog allemaal wel bebouwd, het wordt mooi, als het een beetje mee zit, een leuk stadje zo. Maar dat komt allemaal nog. Maar die verlichting, een goed idee. Pim Melman, die zei van, je kan banieren, kun je wassen. Of wit maken door de banners op een cauldron te klikken, volgens mij een leuke aflevering. Dankjewel. Hier heb ik ze. Dus als het goed is, klikken we daarop. Wat gebeurt er dan? Ben ik er een kwijt? Oh, daar. Hey, huh? Oké. Aha. Oh, dat is mooi. Alleen het vervelende is, kan ik hem niet gewoon in het water wassen dan? Dat zal wel niet. Waar leggen we even wat water neer? Hier leggen we even wat water neer. Zo. Oké, dat werkt dus, niet. Water weg. Oh, dat is jammer. Ja, dan moet ik deze telkens gaan vullen met water. Even kijken hoor. Wat is handig? Wat is handig? Oh, wacht. Jan is handig. Let op. Hoppakee. Hoe is het? Met het weer? Oh, ik wou even uit het raam kijken. Ik denk dat ik weet wat ik ga doen. Oeh! Dat was ook niet de bedoeling. Ik weet nooit waar ik die dingen moet raken. Oh, gelukkig hebben we nog wat ramen. Huppakee. Dan gaan we het gewoon zo doen. Die heb ik mee. Die heb ik mee. En mijn banners. En dan gaan we gewoon. Als we geen water hebben, dan gaan we naar het water toe. Huppakee. Doe het maar even zo. Oh, laat ik gelijk naar mijn achterdeur toe gaan. Ik weet niet hoe lang ik hier mee bezig ben. Het zal wel niet zo heel lang zijn. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Nou. Hup, vullen met water. Even eten. Erg belangrijk. Dus... Oh, ja, dat is niet echt de bedoeling. Was die nou zo... Oh, hij is leeg. Kom. Dit is mooi, zeg. Och, doe ik het weer. Eén, twee, drie. Als het goed is, moet ik nou drie keer klikken. 1, 2, 3. Een zwarte banier. Oh ja, die heb ik ook nog gemaakt. Oké, dus deze moet nou 4 keer klikken schoon zijn. Maar goed, hij kan maar 1, 2, 3. En is die leeg. Jeetje, dat is wel een boel werk. 1, 2, 3 en leeg. 1, 2, 3 en leeg. Wacht eens, volgens mij is deze nu een witte banier. Mooi zo. Hoe vaak moet die nog? 2 keer. 1, 2. En weer een witte. Oh, nice. Dit is mooi, jongens. 1, 2. Is die ook schoon? Die is ook schoon. En hoe vaak moet jij nog dan? Ook nog 3 keer. Dan gooien we weer vol. En
1, 2, 3. Aha. Pim Melman. Held van de dag. Dankjewel. Wat een super tip. Hoppakee. Oh, dit is mooi zeg. Oh, dat is zat gered, ja. Dus ik kan nu nog weer even een paar nieuwe kopiëren voor mezelf. Nou kan ik, volgens mij kun je alleen een bennen kopiëren op een witte. Even kijken hoor. Hop, dan gaat hij wel in één keer goed. Ik kan net zo goed hier blijven staan, want daar heb je geen werkbankje voor nodig. Die. En die wil ik gekopieerd hebben hierop. Bam. Vier erbij. En op een zwarte gaat dat niet lukken. Waarschijnlijk omdat de basis een witte banier is. Misschien dat je een zwarte banier wel op een zwarte kunt kopiëren. Dat weet ik niet. Maar theoretisch gezien zou dat wel kloppen, denk ik. Nou, mooi jongens. Oh, wacht eens even. Als ik nou ik er toch een paar heb, zetten we er in de nether ook even eentje neer. En dan zetten we ook even een bordje neer waar mijn poort staat. Een bordje. Ik heb er maar één. Oeh, en in de groeps Facebook app ding, geval. Zei Byroner van de Pixelmies zijn boos. Dan waren ze boos op hem, dus ik hoop dat ze alleen boos op hem zijn en niet op mij. Anders heb ik een groot probleem. Weet je wat, ik doe het even anders. Oh, sorry, ik doe het even anders. Ik heb volgens mij nog wat drankjes van kracht. Echt jongen, ik loop als een kip zonder kop rond. Heel verschrikkelijk. Hier. Ik kan nu vanuit mijn berg. Vanuit de ene berg naar de andere berg toe. Want ik had geen zin om al die trappen op te lopen en dan weer moeilijk te doen. Kijk, zo komen we hier. Ik heb dit ook weer een beetje aangepast. Het is nog niet helemaal... Nog niet helemaal zoals het moet zijn, maar goed. Het is al een stuk beter. Ja, ja, ja. Kracht, vuurbescherming, het medespul. Voor het geval die varkensommen nog steeds boos zijn. Oh jongens, en ik heb verschrikkelijke dorst, dus ik heb hier nog even een blikje pil staan. Sorry, dat is om de keel te smeren. Hij is bijna weer helemaal in orde. S'morgens bij het wakker worden, dan is hij nog zo rauw als ik weet niet wat. Maar voor de rest... Even kijken hoor. Wat staat mooi, hier of hier? Wacht even, als ze naar me toe komen, dan moet ik direct kunnen mappen. Het lijkt er niet op, hè? Hallo, zijn jullie boos? Nee, ze zijn niet boos. Maar het kan zo zijn dat in een ander gedeelte dat ze dan wel boos zijn, hè? Ga je eens weg. Dat weet je me nooit. Hallo? Nee, je bent ook niet boos? Goed zo. Dat scheelt. Ik zal even wat eten. Boos zouden ze hier zijn. Wie is, hè? Wat is hier? Oh, dat... Oh! 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 Hey, bedankt voor de XP. Ik denk dat het bed is geweest. Ik weet niet wat het is, maar hij heeft hier aardig wat van die varkenszombies gedood volgens mij. Allemachtig. Wat heb je gedaan dan, joh? Wow.
Hallo. Allemachtig, wat is hier gebeurd? Oh, ik zal je spullen even oppakken, Bert. Een boel zwaar ook, hè? Allemachtig. Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar... ik geloof niet dat hij hier echt vrolijk vandaan gegaan is. Jeetje. Hallo. Ga maar dood. Jij ook. Zijn er een boel vandaag? Nou, niet meer boos. Goed zo. Helemaal goed. Wat kan ik eens even weggooien? Die stenen heb ik niet nodig. Zal ik wat pruttel hierin doen? Terugslag is allemaal niet echt interessant. Botten hou ik wel even bij me. Jemig bed. Volgens mij heb ik al je spulletjes nu. Ja, dat goud, ja, dat is voor de eerlijke vinden toch of niet? Allemachtig, wat een drukte. Wat is hier toch allemaal gebeurd, mensen? Nou, ik ga weer even naar de... Auw. Vind je dat normaal, joh? Ik ga weer naar de bovenwereld. Het is me iets te druk hier. Volgens mij is het probleem geweken. Jongen, wat een bouwwerk is allemaal hier. Dat is allemaal niet nodig. Goede bescherming, jongens. Dat is het halve werk, echt waar. Een bordje. Zetten we die hier neer. Jan. En dan gaan we extra stoer nog even een... erbij. Zo, die kant op, dat is mijn domein. Het is hier wel hartstikke druk ook met die varkens, ja. Goeiedag. Oké, dit is een zwaard van Bert volgens mij en dan zal dit zo'n houweel zijn. Oké. Ja, hangen we daar. Ja, ik vind het mooi zo. We gaan even naar Bert zijn huis. Zal ik even zijn houweel en zijn zwaard terugbrengen. Ik neem aan dat die voor hem zijn tenminste. Oeh, donker. Hoppakee, heb je spulletjes terug, jongen. En dan mag je deze er ook allemaal bij houden. Je vestje. Oh, wacht. Goud gaan we verdelen. Ik vind voor de moeite mag ik wel wat goud. 24, mooi door twee delen. Dit zwaardje mag je ook hebben. Hier heb je de helft van het goud. Dat is wel een mooi zwaard, hè? Kastijding 2, duurzaam. Ah, dat is wel een mooi ding. Zo'n varkenshond zal maar met zo'n ding op je afkomen. Dan ben je mooi de pineut. Volgens mij is hem dat zo wel. Alsjeblieft, Bert. Dan weet ik dat hij niet alle tijd heeft om alle video's te kijken. Dus ik zal hem zo wel even een berichtje doen. Ik ga even slapen. Heb ik trouwens eigenlijk nog meer tipjes gehad. Hoe heb je gebroken bloksteen? Dat zal ik ook nog even laten zien. Dat vroeg Jan Gozens. Ik heb het hem wel verteld hoor, maar... Hey.
tubers. Heb ik blokstenen? Nee, ik heb geen blokstenen. En waar? Oh, hier. 1, 2, 3, 4. Daar maken we een bloksteentje van. Huppakee. En nou haal ik even. Dan moet ik dat goed doen. Ja. Let op, hè. Zie. Ik wil mijn houweel repareren. Heb ik al een ding. Je hebt daarvoor een aanbeeld. Je hebt nodig. Nodig. En het materiaal waarvan je houweel gemaakt is. Oh ja, als ik typ, dan praat ik altijd hardop wat ik typ. Dat is een rare gewoonte van mij. Het is een beetje standaard. Kijk, hier heb je gebarsten bloksteen. Dus zo werkt dat. Oh shoot. Oké. Oh, dat is heel slim bed om dat op die manier te doen. Mooi. Graag gedaan. Kunnen we even kijken nemen bij Paul. Even kijken hoor, dat is deze kant op. Wat is dit dan weer? Oké. Paul, waar ben je? Nou, we vullen een aanbeeld. Hij is niet thuis. En het touwtje blijft hier wel zitten. Dat hij gewoon in de spawn-area zit. En bij mij niet. Eens even kijken, wat gaan we doen verder? Wat gaan we doen? Ik denk even terug. Oh, ik kan hier wel even wat gaan herplanten. Even goed vol planten hier, omdat iedereen hier lekker gebruik van kan maken. Ik vind niet dat iedereen al die barre omstandigheden door moet om spul te krijgen in het Netherfort, als je daar geen tijd voor hebt of geen zin aan hebt. Kun je dat mooi hier doen, toch? Hup, vol plempen die handel hier. En nu we toch bezig zijn en zat van het spul hebben. Ik hou gewoon mijn muisknopje vast totdat alles op is. Of totdat al het zand op is, dat kan ook nog. Jij mag aan de andere kant, jij ook. En jij ook. Hoppakee. Ik ga hier toch wel op. Moet ik vanaf het Nedders of Zielenzand, kun je dus niet doorlopen. Je moet echt gaan springen. Dat is raar. Even hier kan het wel. Dat wist ik niet.
meer. Zo dan. Hebben we nu genoeg? Ja, mooi. Oh, en we hebben nog één hele kruid over. Goed zo. Ook weer klaar. Zo, daar zijn we weer veilig thuis. Even kijken. De laatste tip was van Dan de. Ik hoop dat ik het goed zeg. Je kan ook een dak op het huisje zetten. Dit huisje. Dan wordt hij nog wat mooier om te laten staan. Ik denk dat ik dat ga doen. Goeie tip. Dat gaan we doen. Maar dat gaan we niet vandaag doen. Want ik zie dat het alweer bijna tijd is. Zo, ik heb een beetje last van hikjes. Dat komt, komt van de thee die ik nu aan het drinken ben. Ah, jongens, wat een uitzicht, wat een uitzicht. En we hebben daar heel veel water. Ik denk dat ik de volgende keer eens even het water op ga. Dat lijkt me nog wel leuk om te doen. Gewoon eens kijken wat daar is. Doe ik mijn waterschoentjes aan. Ik neem een paar bekers melk mee. Ja, want je weet me nooit. Stel je voor dat je van die rare elder tegenkomt. Elder guardians. Maar goed. Ja, ik denk dat we dat de volgende keer even gaan doen. Gewoon de boel een beetje verkennen. En dit huis achter komt wel een keer af. Dat moet nog een keer. Het plan is groter dan het huis. En het huis is al groot. Jemig. Misschien moet ik ook gewoon doen wat ik normaal gesproken doe. Mooie kleine huisjes neerzetten. Ja, ik wil eens een keer wat imposants bouwen. Mensen, dat gaan we allemaal zien de volgende keer. Vandaag niet. Vandaag gaan we... wat gaan we vandaag doen? Oh ja, we gaan vandaag afsluiten. Kijk, de zon die gaat al onder, dus dat... het moet zo zijn. Mensen, dankjewel voor het kijken. Het was een mooie dag. De maan komt er weer op. Volle maan. Oh, misschien is het wel even handig om hier eens even te gaan staan. Om te uitkijken. Voor wat... hoe heet die dingen? Enderman. Ik zal even een afdakje maken hier. Boven mijn huis. Ik denk dat we dat hier gaan doen. Hier bedoel ik. Ja, dat is een mooi plekje om te staan. Laat ze maar komen. Mensen, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog wordt enorm gewaardeerd. Dat helpt je ons enorm mee. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Mazzel.